Door de schijn op te houden en net te doen alsof ze nog steeds samen waren, hadden Frank Jansen en Rogier Smit nog jaren kunnen doorgaan met het maken van succesvolle televisieprogramma's. Maar vanaf het moment dat Frank aangaf dat hij geen liefde meer voelde voor Rogier, sloeg de sfeer tussen de beide heren om in een hele nare situatie. Frank vertelde eerder al aan Weekblad Privé dat er vanaf dat moment niks meer mogelijk was, ook geen samenwerking op televisie. Frank zegt dat hij het jammer vindt dat hij op het moment geen televisieklussen meer heeft. We hadden een heel mooi driejarig contract bij RTL, maar dat heeft Rogier verziekt. Volgens Frank hadden de twee ook zonder dat ze een relatie hadden, nog gewoon samen televisie kunnen maken. Hij had lekker ergens anders kunnen gaan wonen en ik zou hem dan ophalen als we televisie gingen maken. Kijk maar eens naar vandaag, inside. Die mensen aan die tafel haten elkaar maar zitten er wel elke avond een televisieprogramma met elkaar te maken. Helaas dacht Rogier hier anders over, en al snel nadat Frank hem had aangegeven de liefdesrelatie te willen beëindigen, gooide Rogier zoals Frank het noemt zijn kont tegen de krip, en was er dus ook geen samenwerking mogelijk op televisie. Frank zegt, ik denk dat het komt door die rotzooi die hij gebruikt. Rogier kan heel leuk zijn, maar hij is niet meer de jongen die hij was. Dat het aanvankelijk wel goed klikte tussen hen, had volgens Frank enkel te maken met fysieke aantrekkingskracht. We zijn 17 jaar samen geweest, best wel lang. Ik leerde Rogier kennen, en er was gewoon een fysieke aantrekkingskracht. Dat is altijd gebaseerd op seks. Dat vond ik met hem leuk. Maar dat duurde niet lang. Inmiddels heeft Frank de liefde bij iemand anders gevonden, en geeft hij aan dat het tussen hem en Rogier niet meer goed komt. Ook niet op een vriendschappelijke manier. Gezien de uitspraken van Frank over Rogier verwachten we dat hij er net zo over denkt. Maar zouden we Frank ooit nog weer zien met een nieuw televisieprogramma? Als het aan Frank ligt, in ieder geval wel.